Goedemorgen allemaal. Hier een video met groot nieuws. En wat ik zelf heel leuk nieuws vind. En dit is leuk nieuws voor jou als je vanuit liefde met je hond om wilt gaan. Als je je hond wilt opvoeden, wilt begeleiden. He, dat je geïnteresseerd bent in de belevingswereld van je hond. Dat je samen leuke dingen wilt doen. Dat je ontspannen met je hond wilt samenleven. Ik ga deze video heel kort houden. Het is eigenlijk meer zo van, hier ben ik weer. En in mijn nieuwsbrief, mijn e-zine, ga ik de komende dagen een aantal mails besteden aan mijn comeback. Lang verhaal kort. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. So, here I am. Ik ga weer vol enthousiasme mensen jullie begeleiden. Samen met jullie voor zorgen dat onze honden zichzelf kunnen zijn. En dat we vanuit gelijkwaardigheid met onze honden omgaan. Dat jullie je gewoon zo, ja, dat jullie je hond zo goed gaan begrijpen. Dat je zelf weer ontspannen met je hond om kan gaan. En kunt zorgen dat je hond ontspannen in het leven staat. De focus ligt er dit keer ook op. Dat ik je ga begeleiden om beter bij jezelf aanwezig te kunnen zijn. En dat houdt in dat je, ja, heel simpel gezegd, meer ontspannen in lastige situaties kunt zijn met je hond. Dus ja, het is wel vernieuwd. Ik heb de afgelopen 3 jaar niet stilgezeten, om het maar zo te zeggen. Nou ja, misschien volg je me pas net en denk je, waar heb je het over? Maar ik heb 3 jaar geleden even gestopt hiermee voor onbepaalde tijd. En ja, wat ik net bij iemand ook zag, die zei van, het komt zoals het komt, het gaat zoals het gaat en het is klaar als het klaar is. En dat is nu. Oh, ik zie een eekhoorntje. Ik hoop dat ik hem straks nog eventjes aan jullie kan laten zien. Schrijf je in voor mijn e-zine, want daar ga ik in eerste instantie in vertellen wat ik ga doen en ja, wat je weer kunt volgen bij mij. Er komt iets ontzettend leuks aan in begin april. Dus dat staat allemaal al klaar. Dat gaan we doen. Dus ben je geïnteresseerd, dan schrijf je in voor het e-zine en dan informeer ik je verder. Een ander ding is dat ik ook weer video's wil gaan maken. Ik zal de komende tijd gewoon weer wat oude vlogs met interessante onderwerpen hier op de tijdlijn zetten. Dus dat komt sowieso. Wat ik ook wil gaan doen is weer gewoon nieuwe onderwerpen bespreken. En wat mij heel leuk lijkt is om echt casussen te bespreken. Dus heb je iets met je hond voor handen, heb je een vraag, stuur het in. Je kunt me een pb'tje sturen, je kunt hem ook hieronder zetten, je vraag. En dan ga ik kijken welke onderwerpen ik ga bespreken. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En ik ben ook benieuwd of deze video überhaupt getoond wordt. Omdat ik natuurlijk al zo lang, de pagina is al een tijd niet actief geweest. Dus laat me vooral ook even weten door een vind ik leuk of een hartje hier onder de video. Eventjes aanklikken van dat je hem gezien hebt. En maakt ook weer dat Facebook deze video meer laat zien. Want ja, ik hoop gewoon weer heel veel mensen te bereiken die op deze manier met hun hond om willen gaan. Ik hoop je heel snel te zien. Ik wens je een hele fijne dag, fijn weekend. En hopelijk tot volgende week via het e-zine en later weer via deze pagina. Oh ja, ik heb ook nog een Instagram. Die zet ik hier ook even onder. Oké, fijn weekend. Hoi.